We hebben hier de pittige variant van onze twee grillworsten die we in het assortiment hebben. Dus de grillworst van wild zwijn, 100% wild zwijn met jalapeno pepers en cheddar. Er zit ook een beetje sambal batjak bij, een beetje gebakken sambal. Zorgt voor een mooie kruidige smaak, licht pitje erin en natuurlijk de zachte gesmolten kaas van de cheddar. We beginnen ermee met een oven voor te verwarmen op 190 graden. Daarna gaan we deze eventjes lossnijden van het plasticje. Kopje en het kontje eraf. Ik maak een klein inkepingje in de zijkant. En op deze manier kan ik heel makkelijk het plastic eraf halen. De bijgeleverde rub. De kruiden die je erbij krijgt om een kruidenlaagje over de grillworst heen te maken. Ik gooi de grillworst even door de kruiden heen. Zorg ervoor dat elk plekje van de grillworst is bedekt. Even een beetje tikken om de extra kruiden die er te veel op zitten los te maken. Ik leg hem even op een ovenschaaltje. En nu gaan we hem 15 minuten afgrillen op 190 graden. Ja,